Elektrische apparaten weigeren soms ineens dienst of vertonen de vreemdste kuren. Ook de TNO-onderzoekers moeten toegeven dat dit een bijzonder klusje voor hen is. Als je toespitst op de gsm-mast en de verschijnselen die je hier ziet, dat hebben we nog niet meegemaakt. De omwonenden van de mast klagen al jaren steen en been. Sinds de mast er 2,5 jaar geleden geplaatst is, begon de ellende. Er gebeuren de gekste dingen. Ik probeer hem open te doen, maar dat lukt niet. De binnentemperatuur wil wel, maar dat apparaatje dat buiten zit, daar komen de signalen hier niet van binnen. U ziet hier de streepjes onderaan en dat betekent dus dat er geen ontvangst is. Nou, ik bedenk dat het door die straling komt van die mast. Ja. Als de auto's door eventuele straling en ook andere apparatuur weigeren, ja, wat heeft dat voor invloed op de mens zelf? Bang voor uw gezondheid. Nou, dat mag best onderzocht worden. De angst wordt versterkt doordat er plannen zijn om de mast nog eens te verhogen ook. De gezondheidslimiet die zegt van globaal 28 volt per meter. Omdat het onderzoek nog maar één dag loopt, kunnen de onderzoekers nu nog onvoldoende zeggen over het stralingsniveau. Voor de buurtbewoners is het klip en klaar. Als de mast niet deugt, moet die weg. En er mag al helemaal geen hogere komen. Ik heb rechten. En ik ga ervan uit dat onze gemeenteraadsleden zijn ingehuurd door ons. Die zijn door ons daar neergezet. Ja, en ze moeten ook wat voor ons doen. Het onderzoek van TNO naar de mast moet eind april klaar zijn.